Lieve Martin, wat heb ik me altijd een bofkont gevoeld. Je droeg mij en je 6 kinderen op handen. Als lieve huisvader zorgde jij ervoor dat thuis alles op rolletjes liep. Plezier stond voorop, totdat jij dementie kreeg. Onze jongste kinderen waren pas 5 en 15. Ons huis voelt leeg, nu je niet meer thuis woont, papa. Je kan het niet meer zeggen, maar in je ogen zie ik hoe trots je op ons bent. Wat als het jouw gezin treft? Door dementie verlies je jezelf en elkaar. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Stop dementie. Doneer nu. Ga naar alzheimernederland.nl.